Mijn naam is Amber Veuskens. Ik ben 20 jaar en ik ben afkomstig van Leuven. Ik doe dit jaar mee aan Miss Exclusive. Ik studeer ook nog. Ik studeer toerisme in Mechelen aan de Hogeschool. En ik werk ook op de luchthaven als passengers assistant. Ik vervoer eigenlijk mensen, dus die autootjes die je hier rondrijden op Zaventem, dat is mijn werk. Ik ga ook nog fitnessen en samen met mijn mama en mijn jongste zus doe ik ook nog BBB. Hoewel dat we de borst niet veel doen, het is meer armen op onze les, maar oké. Ik heb me ingeschreven bij Miss Exclusive nadat Ken me eigenlijk had aangesproken. Omdat zij heel veel activiteiten doen, dus elke zondag hebben we een activiteit. En ik vond het wel belangrijk, meisjes leren kennen, organisatie leren kennen en eigenlijk echt iets doen in de misverkiezing, echt bezig zijn. Over het laatst hebben we een slipcursus gedaan, dus met de auto leren slippen. Hopelijk heb ik dat niet te veel nodig in mijn later leven, maar het was wel echt heel plezant. We hebben ook nog een vluchtsimulatie gedaan. Past bij mij natuurlijk, ja, dat was heel tof, dat ging goed. We hebben ook nog indoor skydiving gedaan. De activiteit waar ik op dit moment het meeste naar uitkijk eigenlijk, en dat lijkt misschien heel stom, is eigenlijk de catwalk training. Onze finale is 14 november. We beginnen om 9 uur in het casino van Klokken. Niet iedereen zou dat direct als een goede kwaliteit zien, maar van mezelf, ik vind het eigenlijk, en mensen hebben mij daar ook al op gecomplimenteerd, ik leer heel snel uit mijn fouten. En zo onderling in een relatie, ja, dat bouwt eigenlijk een relatie beter op, omdat ik daar echt rekening mee hou van die heeft dat liever niet. Ik kijk vaak films, vooral science fiction, fantasy, dus Harry Potter. Call me, echt waar, hou van u. Ik vind een krachtige vrouw in een film, ik vind dat eigenlijk altijd iets bewonderenswaardig om dat te zien. Zo'n heel sterk karakter, beetje zo een leading role of, ja, stel je voor, een vrouw aan macht bij het leger. Ik spendeer het meeste geld aan uitjes met vriendinnen. Ik ga graag op restaurant. Ik ben over het laatst sushi gaan eten. Ik eet eigenlijk geen vis, maar dat was heel lekker. De laatste keer dat ik een leugentje om bestwil heb verteld, is nog niet zo lang geleden. Een van mijn vriendinnen is jarig. Ze doet vanavond haar verjaardag. En ik ben eigenlijk een beetje lastig op haar, dus ik wou niet naar haar verjaardag gaan. Dus ik heb gezegd, sorry, kan niet komen. Ik ga naar het Zwanenmeer kijken in Knokke. Maar ik ga helemaal niet naar het Zwanenmeer. En wat ik wel heb, is dat ik zo heel emotioneel kan doen. Ik ben altijd heel expressief. Altijd geweest. Het staat ook altijd op mijn gezicht te lezen wat ik aan het denken ben. Vroeger deed ik dat absoluut niet. Ik weende bij geen enkele film. En ik heb een navelpiercing gehad. Maar ik mocht geen navelpiercing van mijn ouders. Dus ik had dat stiekem gedaan. En ze zijn erachter gekomen. En ik heb hem er moeten uithalen. Ik zou graag eens op vakantie gaan naar Mexico. Of Thailand, de Filipijnen en graag eens Indonesië doen. Vooral Bali dan. Ja, je weet natuurlijk, als je het echt veilig wilt, ja, gaat naar de Ardennen. Dus we zullen wel zien. En ik hoop dat de regering mij graag genoeg ziet om ons geld te betalen dan. Dan ga ik echt wel niet alleen voor een beetje een zonnetje te kunnen pakken. Ik word toch niet bruiner met mijn huid, dus dat maakt niet uit. Ik ga echt voor cultuur. Ik spreek natuurlijk geen 20 talen. Dus ik hoop natuurlijk dat ze het Engels goed kunnen. Maar ja, anders... pech. Ja, ik heb natuurlijk heel veel meisjes leren kennen van de verkiezing. Emily, you're my best friend. Ik draag geen slaapkleden. Sorry. Mijn favoriete wagen? Een Fiatje. Fiat 500, te koop bij Garage De Koopman in Isegem. Dank u allemaal voor het bekijken van mijn interview. Je mag altijd een sms'je sturen voor mij. ME spatie 7 naar 6693. Zie je graag. Zet het er maar helemaal aan. Sommige mensen op school vind ik niet leuk. Dat frustreert mij een beetje. Kut! Het is een mopje. Love you. Opnieuw. Zie dat jij met mij kunt lachen, dat iedereen met mij kan lachen, hè?